Matthijs de Ligt werd al eens gelinkt aan Barcelona en volgens een Spaanse krant kan ook Frenkie de Jong op interesse vanuit Catalonië rekenen. Mundo Deportivo meldt vrijdag dat Barcelona mogelijk gaat proberen om de Jong komende zomer over te nemen van Ajax. De Spanjaarden zouden dan nog wel van plan zijn om de speler voor minimaal een jaar aan Ajax te verhuren. Zo kan het 20-jarige talent zich verder bij de Amsterdammers blijven ontwikkelen. De genoemde krant noemde Jong de nieuwe parel van het Nederlandse voetbal. Eerder werden Danny van de Beek, Justin Kluivert en Matthijs de Ligt al aan Barcelona gelinkt. Het genoemde drietal komt, in tegenstelling tot de geblesseerde De Jong, vrijdagavond mogelijk in actie in de oefenpot van Oranje tegen Engeland. Naar verluidt zijn scouts van Barça vrijdagavond aanwezig bij het duel in Amsterdam. De verwachting is dat in elk geval De Ligt een basisplek krijgt. Volgens Sport vraagt Ajax 60 miljoen euro voor. De jonge verdediger en is de Spaanse koploper daarvan geschrokken, maar directeur Mark Overmars wilde in gesprek met de Telegraaf alleen kwijt dat Ajax zowel De Ligt als Kluivert graag wil behouden.